Op 28 januari 1978 valt de uitspraak in een geruchtmakend assiseproces. Hoofdbeklaagde is de Gentse onderzoeksrechter Guy Jespers. Beschuldigd van moord op zijn vrouw en deelname aan een roofoverval op een bejaard echtpaar. Er is grote belangstelling van de pers. Nieuw is ook het uitgebreid filmverslag op tv. Naast Jespers nog een belangrijk verdachte, Luc de Kramer. Jespers heeft mij gemanipuleerd, zegt hij, en mijn hulp gevraagd voor de moord op zijn vrouw. Op vele punten is de zaak nooit opgehelderd, maar het oordeel van de jury is hard. Een direct tv-verslag uit Gent, nu 21 jaar geleden, van Jan Schots. Jespers gaat vrij uit voor moord, maar werd wel schuldig verklaard aan moordpoging, overval, diefstal, valsheid in geschriften en lasterlijke aangifte. De Kramer wordt schuldig verklaard aan precies dezelfde feiten, dus moordpoging, overval, diefstal, valsheid in geschriften en lasterlijke aangifte. Dat is erg sumier samengevat de uitspraak.